Dag allemaal, welkom bij deze video van de opleiding Biomedische Wetenschappen. In deze video gaan we het hebben over de aanmelding, selectie en de toelating van de opleiding. Je kunt je vragen stellen in de chat. Nou, we beginnen met onszelf even voor te stellen. Ik ben Irene. Ik ben nu derdejaars Biomedische Wetenschappenstudent. En mijn naam is Juliette Schouten en ik zit in de selectiecommissie van de opleiding Biomedische Wetenschappen. En we gaan jullie vandaag van alles vertellen en Irene gaat ook ervaringen delen met de selectieprocedure. Ja, want we hebben het dan over toelating voor de opleiding in 2024. Dat is nog een heel eind weg, maar de meeste van jullie zullen waarschijnlijk in 5 VWO zitten. Dus het leek ons handig om daar al wel vast wat over te vertellen. Wel met een kleine disclaimer. Want we weten nog niet precies hoe de selectieprocedure er volgend jaar uit gaat zien. Dus hou dat goed in de gaten, maar dat zullen we het komende kwartiertje ook aan jullie vertellen. Het houdt in dat de opleiding 175 opleidingsplekken heeft en dat de toelating waarschijnlijk via selectie zal verlopen. En wat alvast goed is om in je oren te knopen, is dat je waarschijnlijk dan uiterlijk 15 januari jezelf kunt aanmelden voor de opleiding. Nou, om eventjes weer te geven in welke situatie ons we nu bevinden. Zoals jullie misschien wel in het nieuws hebben meegekregen, is er een nieuw wetsvoorstel waarin ook loting toegevoegd kan worden als instrument voor de selectie. Daar weten we nog niet precies hoe het er volgend jaar uit gaat zien. Dus in deze video houden we aan hoe de selectieprocedure afgelopen jaar is geweest, omdat we denken dat de kans wel groot is dat het volgend jaar weer zo eruit ziet. Maar dan weet je dat alvast. Nou, wanneer we het hebben over selectie, dan bestaat deze uit 3 stappen. Ten eerste ga je jezelf aanmelden en dan kan je een vragenformulier invullen waarin je ook je VWO-cijfers kunt uploaden. Wanneer je dat eenmaal hebt gedaan, krijg je toegang tot de studiestof voor de selectiedag. En dan ga je deelnemen aan de selectiedag. Nou, voordat je eenmaal besluit om je aan te melden voor de opleiding, is het natuurlijk goed om zeker te weten dat je deze opleiding wil doen. En je kunt je op allerlei manieren oriënteren. Bijvoorbeeld op de online open dag zoals vandaag of misschien wel op de fysieke open dag morgen. Je kunt meedoen aan meeloopdagen. Deze vinden dit jaar nog plaats in april en mei. Waarschijnlijk kan je je daar na de open dag van morgen voor aanmelden. Je kunt natuurlijk op de website kijken. Daar staat allerlei informatie over het studieprogramma. Diverse ervaringsverhalen van studenten en van alumni. Waarom je bijvoorbeeld in Utrecht moet zijn om BMW te studeren. BMW is trouwens de afkorting voor Biomedische Wetenschappen. Die wordt vaak gebruikt. Ja. Maar ook welke beroepen je allemaal kunt doen met deze opleiding. Daarnaast kan je ook op de website chatten met een unibuddy. Dat is een student. Die kan allerlei vragen van jou beantwoorden. Wanneer je eenmaal denkt, dit is de opleiding voor mij, dan kan je natuurlijk aanmelden. En ik ben wel benieuwd, Irene, hoe heb jij je georiënteerd op de opleiding? Ik had het voordeel dat ik zelf eigenlijk al wist dat ik per se in Utrecht wilde studeren. Puur omdat ik Utrecht een hele leuke studentenstad vind. We hebben een supermooi Science Park. En de stad is ook gewoon lekker. Alles is fietsbaar. Het is supergezellig. En ik voelde me daar altijd gewoon heel erg welkom. Dus ik wilde echt heel graag in Utrecht studeren. En voor mijn studiekeus, ik wist wel een beetje welke richting ik wilde. Ik vond biologie heel leuk op de middelbare school. En toen heb ik ook even een gesprekje met mijn decaan aangevraagd op de middelbare school. Wat is nou de studies die bij mijn richting passen, waar ik heen wil. En toen ben ik naar een aantal open dagen geweest op verschillende plekken. Toch ook nog wel voor de zekerheid. En ook verschillende hier in Utrecht. En toen ben ik uiteindelijk bij Biomedische Wetenschap terechtgekomen. Nou, goed om te horen. Dat is een beetje hetzelfde schuitje waar jullie je nu in bevinden. Nou, wat goed is om te weten is dat de opleiding een aantal eisen kent waar je aan moet voldoen om binnen te kunnen komen voor de opleiding. Dat noemen we de vooropleidingseisen. Er zijn namelijk 4 beta-vakken die je in ieder geval moet hebben gevolgd op VWO-niveau. Dat zijn biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde A of B. Dus dat houdt in dat je een profiel kunt hebben, bijvoorbeeld natuur en gezondheid met natuurkunde of natuur en techniek met biologie. Welk profiel had jij? Ik had NNG met natuurkunde en dan wiskunde B. Oh ja. Nou, het kan natuurlijk zijn dat je een buitenlands diploma hebt, omdat je een buitenlandse vooropleiding hebt. Dan is het belangrijk dat je nog een bepaalde taalvaardigheidseisen voldoet. Dan kun je het beste contact opnemen met het International Students Admissions. Ook kan het zijn dat je momenteel bijvoorbeeld het HBO doet en dat je een HBO-propedeuse hebt en daarmee binnen wilt komen bij de opleiding. Dat is ook mogelijk en dan is het belangrijk dat je gaat aantonen dat je voldoende kennis bezit van deze bovenstaande vakken op VWO-niveau. En dat kun je doen door contact op te nemen met de toelatingscommissie. Dan kunnen zij jou daar meer over vertellen. Wat goed is om te weten
is dat we uiterlijk 31 augustus 2024, voor toelating in dat studiejaar, gaan kijken of je al die deficienties hebt weggewerkt en of je dus toelaatbaar bent. En nog even over die deficienties gesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je in een bepaald vak nog niet de kennis bezit op VWO-niveau. Nou, je kunt op de website er allerlei informatie over vinden. Er staat ook een klein voorbeeldje van hier op de slide. Je kunt namelijk die deficienties wegwerken via zogenaamde CCVX voortentamens. Die tentamens vinden in het hele jaar plaats, maar het is goed om daar alvast op tijd na te kijken. Dus je kunt bijvoorbeeld een voortentamen in natuurkunde doen of in biologie om die deficientie weg te werken. Het is soms ook mogelijk om een vrijstelling aan te vragen wanneer je al het gevoel hebt dat je die kennis op het VWO-niveau al hebt opgedaan. Dat kan je ook op de website vinden. Belangrijk dat je dit op tijd doet, zodat er ook tijd is om alles goed te bekijken voor jou. Ben je nou onzeker over jouw toelating en of je op de juiste manier aan de vooropleidingseisen voldoet, dan kan je dus altijd eventjes naar de toelatingscommissie mailen. Nou, wanneer je helemaal denkt van ik ben toelaatbaar voor de opleiding, ik vind het een leuke opleiding, dan ga je jezelf aanmelden. En die deadline is dus 15 januari. Dat doe je in Studielink. Je kunt je zelfs al vanaf 1 oktober aanmelden, dus wanneer je er zeker van bent, doe dat dan vooral. Je hebt daarvoor een DigiD nodig. En dan is het belangrijk dat je uiterlijk 31 januari je vragenformulier indient. Want in dat vragenformulier, daar voer je ook je VWO-cijfers in. En om die VWO-cijfers ook te bekrachtigen, heb je ook een gewaarmerkte cijferlijstverklaring nodig. Daar vertel ik zo ook nog wat meer over. En na het invullen van het vragenformulier ontvang je ook toegang tot de studiestof. Dus hoe eerder je dat doet, hoe eerder je toegang krijgt tot de studiestof. Weet jij nog wanneer je had aangemeld voor de opleiding? Ik had me toen in de was ik bezig in de kerstvakantie. En toen heb ik me dus net na de kerstvakantie aangemeld. Want ja, je moet die cijferlijst inleveren met handtekening van je middelbare school. Maar als je het echt al zeker weet, zoals je al zei, doe het zo snel mogelijk. Want hoe eerder je ook aanmeldt, hoe eerder je de studiestof krijgt. En dat is gewoon voordelig, want dan heb je gewoon langer de tijd om je goed voor te bereiden voor de selectie. Ja, dus dan kan je misschien in de kerstvakantie al een beginnetje maken. Ja, wat ik al zei, in dat vraagformulier ga je ook je VWO-cijfers invullen. Ik heb er weer klein bij gezet onder voorbehoud. Het verschilt soms een beetje per jaar welk type VWO-cijfers er wordt gevraagd. Maar nu is waarschijnlijk de gedachtegang dat we om overgangscijfers van 5 naar 6 VWO vragen. Dus dat is nu alvast goed om te weten, want je zit nu in 5 VWO. Dus je kunt nog eventjes er vol voor gaan dit jaar. En je gaat het invoeren via een cijferlijstverklaring. Heb ik een voorbeeldje van gezet op deze slide. Geef niet dat je dat nu niet kunt lezen, maar dan weet je dat er een voorbeeldverklaring is die je dient in te vullen en te laten ondertekenen door je middelbare school. En deze die je dan uiterlijk 31 januari te uploaden in het vragenformulier. En dat is een belangrijke stap in de selectieprocedure. Nou, en wanneer je dat allemaal gedaan hebt, dan kun je aan de slag met de studiestof. En die stellen we beschikbaar via Blackboard. Dat is een digitale leeromgeving waar je dan kunt inloggen. En ieder jaar is de studiestof representatief voor de studiestof die je ook in het eerste jaar van biomedische wetenschappen krijgt. Dus het is ook voor jezelf een mooie check om te kijken, vind ik het eigenlijk interessant? Word ik hier blij van? En we merken ook vaak dat wanneer studenten eenmaal in het eerste jaar zitten, dat ze het ook weer herkennen van de selectie. De studiestof wordt in het Engels aangeboden. Het meeste ervan komt namelijk uit boeken. En veel boeken bij de opleiding zijn ook in het Engels. Half januari proberen we dan altijd ook een oefentoets aan te bieden, zodat je een beetje kunt testen bij jezelf of je goed voorbereid bent voor de selectiedag. En we stellen ook het discussiebord open op Blackboard, zodat je ook met medekandidaten in contact kunt komen en eventueel over de studiestof kunt discussiëren. Weet jij nog wat je van de studiestof vond en hoe heb je het bestudeerd? Ja, ik weet nog wel dat ik aan het begin een klein beetje schrok dat het zeg maar zo in het Engels was. Dat was heel even wennen, maar echt na een week ben je daar eigenlijk al aan gewend als je het een keer hebt doorgelezen. Het waren bij ons soort twee onderdelen. Dus bijvoorbeeld een onderdeel cellen was bij ons en een onderdeel ontwikkeling. Dus dan, ja, de een vindt het ander leuker dan de ander. Dus dan heb je een beetje dat het eerlijk is. Ik vond zelf cellen leuker, dus daar was ik iets sneller doorheen met de leerstof. En ik heb het gewoon heel erg verspreid. Dus dat ik gewoon elke dag of 3 keer in de week gewoon een stukje deed voor mezelf. Echt gepland. Omdat je ook gewoon natuurlijk nog met je eigen leerstof zit van de middelbare school. En ik heb ook een aantal keer, een stuk of 3 keer met mijn eigen biologiedocent gezeten. Waar ik dan al mijn vragen aan kon stellen. Of als ik dingen niet goed begreep omdat ze in het Engels waren. Dat ik echt alles goed kon leren. Goeie tips.
Wanneer je de studiestof eenmaal goed bestudeerd hebt, dan ben je klaar om naar de selectiedag te komen. En waarschijnlijk vindt deze dan ergens in het voorjaar van 2024 plaats. En daar zie je ook een foto van. Dat is inmiddels van de selectiedag, ik denk 3 jaar geleden. Want de afgelopen 2 jaar is die online geweest. Maar dit jaar is die weer voor het eerst fysiek geweest. Wat we ontzettend leuk vonden om alle kandidaten weer op locatie te ontvangen. Hier op het Utrecht Science Park. En wat goed is om te weten is dat de toets wel in het Nederlands is. Dus je hoorde net al Irene zeggen, die schrok een beetje van de Engelse stof. Maar je mag gewoon je toets in het Nederlands maken. En je mag eventueel wel Engelse termen gebruiken wanneer je dat handig vindt. En die toets bestaat uit een kennis- en inzichtstoets. Dat is naar aanleiding van de studiestof die je hebt bestudeerd. En er is een motivatievraag waar je je niet op kunt voorbereiden, maar die je daar dus wel gaat beantwoorden. Wat vond jij van die selectiedag? Ja, het was wel een beetje spannend, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Om gewoon eigenlijk iedereen met, ja, wat is het, zijn honderden mensen, ga je in zo'n grote zaal in. En het is eigenlijk wel gewoon, het is spannend, maar ook een hele leuke sfeer. Zo van, ja, ik ga hier hopelijk straks ook mijn tentamens maken en ik zit hier straks echt. En dat vond ik wel heel erg leuk om die sfeer mee te maken en gewoon daar echt te zitten en die toets te maken. En ik weet ook nog wel dat ik wel af en toe wat Engelse termen inderdaad had gebruikt, omdat ik zo had gefocust op dat Engels leren wel. Maar de toets was verder super fijn, dat het ook gewoon in het Nederlands was. En ik vond het eigenlijk best wel heel fijn, die dag. Nou, dat hopen we ook. Dat proberen we ook, om iedereen een welkom gevoel te geven. En daarna, dan is het even duimen draaien, want dan moet je best wel een heel poos wachten. Dan worden de vragen nagekeken en dan wordt er een ranglijst gemaakt. En die ranglijst die wordt op basis van deze selectiecriteria gedaan. Dat is tenminste hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan. We verwachten dat we dat komend jaar weer zullen gaan doen, maar dat kan dus nog veranderen. Dus dat is goed om te weten. Dus de ranglijst wordt gebaseerd op basis van je VWO-cijfers, van die 4 beta-vakken die ik eerder al noemde. Die tellen voor 45% mee. Dan je uitslag op de kennis- en inzichttoets die je hebt gemaakt op de selectiedag. Dat telt ook voor 45% mee. En daarnaast de motivatievraag die je hebt ingevuld. En die telt dan voor 10% mee. En dan ontvang je op 15 april via StudieLink je rangnummer. En dat is natuurlijk wel ontzettend spannend. Weet jij nog wat je die 15e deed? Ja, ik weet nog zelf, ben ik wel gewoon, dat de uitslag komt ergens om 2 uur 's nachts of zo, was het bij ons. Ik ben zelf gewoon gaan slapen. Ik weet dat andere mensen zijn opgebleven zelfs. Ik ben gaan slapen en weer vroeg opgestaan. Ik was die dag ook jarig, dus het was echt heel spannend. Maar ik had gelukkig een heel leuk verjaardagscadeau. En ik weet ook dat ik de eerste keer niet geloofde dat ik gelijk binnen was. Dat ik echt 2 keer naar mijn rangnummer heb gekeken en toen natuurlijk heel blij naar mijn ouders ben gerend van, ik ben binnen. Dus ja, dat weet ik nog heel goed en ik was heel blij. Dat snap ik. Mooi verjaardagscadeau. Ja, wanneer je dus een plaats hebt aangeboden gekregen, kan je deze accepteren. En dan kan je dus daarna in september beginnen bij onze opleiding. Er is jammer genoeg ook een kans dat je geen plaats aangeboden krijgt. En wat we daarbij willen zeggen is dat een ongunstige rangnummer dan 175, hè, want er zijn 175 studieplekken, dat het niet gelijk betekent dat je niet wordt toegelaten. Want het is niet echt te voorspellen tot welk rangnummer een plaats aangeboden zal worden, maar om een idee te geven. In 2022, dus vorig jaar, hebben we tot rangnummer 282 een plaats aangeboden gekregen. Dus gooi niet gelijk de handdoek in de ring als je niet gelijk wordt toegelaten, maar houd het vooral in de gaten of je wellicht alsnog een opleidingsplek aangeboden krijgt. Wat wel belangrijk is, ik zeg het al, er is een kans dat je niet wordt toegelaten. Daarom is het ook belangrijk dat je over een plan B nadenkt. Had jij een plan B? Nou, ik wist dat ik heel graag dit wilde doen. Dus mijn plan B was heel eerlijk gezegd een tussenjaar. Dat ik dan of ging reizen of ging werken. En dan of nog een keer biomedisch wetenschap zou gaan proberen in Utrecht. Of dan nog even verder kijken van wat wil ik dan echt precies doen. Ik weet dat heel veel andere studenten bijvoorbeeld biomedische wetenschappen ergens anders nog inschrijven. Of bijvoorbeeld voor geneeskunde of voor biologie inschrijven. Zodat ze toch, ja, een backup hebben en wel iets in dezelfde richting gaan doen. Ja, dat is misschien ook een goede tip. Jullie zitten nu nog vooral in de oriëntatiefase. Ga ook lekker andere biologie gerelateerde of misschien wel hele andere opleidingen waar je interesse in hebt bekijken. Om zo hopelijk tot een goed stappenplan te komen waar je je voor wilt aanmelden. Nou, dan was dit eigenlijk hetgene wat we jullie vandaag wilden vertellen. Wat ik al zei, deze informatie kan veranderlijk zijn. En als tip wil ik jullie geven om dan in september richting onze website te gaan. Want daar zal dan de nieuwe informatie staan over de selectie of lotingsprocedure, wie weet, van volgend jaar. Natuurlijk kun je ook weer naar de open dagen van november komen. Daar zullen we op zijn minst de laatste informatie aan jullie geven. En wanneer je nu al inhoudelijke vragen hebt, kun je deze ook altijd mailen naar de selectiecommissie via dit mailadres.
Dan willen we jullie ontzettend bedanken voor jullie aandacht. Stel vooral nog je vragen in de chat als je die hebt. En nou ja, wie weet tot de volgende open dagen of misschien wel tot de selectiedag van volgend jaar. Dankjewel.